nu wel fit, hè? Jawel. En net het tentamen gehad, dus wel een beetje moed, maar heel goed, maar dat is altijd leuk. Ja. Ja, ja, dat is al lang bezig. We willen van tevoren vragen dat jullie eerst de inhoudelijke vragen daarna kunnen stellen. En de vragen, die, als jullie iets niet snappen, dan kunnen jullie het gewoon tussendoor vragen. Oké, we hebben onze preventieve organisatiediagnose gedaan over jullie club, vereniging, PVO. Daar hebben we onderzoek naar gedaan en zijn we tot een conclusie gekomen. De inhoud waar we vandaag belang staan, het onderzoeksopzet, hoe we het onderzoek nou echt hebben gedaan, de methoden die we gebruikt hebben, de interne en externe analyse, dus van binnen de club en buiten de club, SWOT-analyse, sterktes, zwaktes, de kansen en de bedreigingen, ons advies aan jullie en een conclusie die wij dan hebben getrokken. En als er dan vragen zijn, kunt die ook gesteld worden. Het onderzoekopzet bestaat uit een paar vragen die we stellen. En de hoofdvraag is: waarom neemt het aantal vrijwilligers af? Want we van tevoren is naar voren gekomen dat de vrijwilligers afneemt. En dan hebben we nog een paar deelvragen. Een van die deelvragen is: in hoeverre zijn de externe factoren van belang? De tweede deelvraag is: hoe tevreden zijn de leden binnen de vereniging? En een derde deel van het is: hoe functioneert het bestuur? Dit is dus de methode die wij gebruikt hebben, het contingentietheorie. Lastig moeilijk woord. Voor de rest, dit stelt voor. We hebben data verzameld uit de quizcan. Je hebt met de voorzet afgenomen. Test research is gewoon van achter de laptop wel vandaan. Enquête hebben we. Hebben we afgenomen, ik geloof 73 keer is ingevuld, zo aardig respons. We hebben een aantal interviews gedaan, focusgroep, dat is een vergadering die we mee hebben gepakt. En we zijn een paar keer langs de club geweest, gewoon nog een wedstrijd. Uit die data hebben we intern een analyse gemaakt en extern. Daar komt dan, zoals we dat noemen, het bestaansrecht uit. Daarmee kun je weer kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes, zijn dat te vinden. En daaruit hebben we een advies gemaakt. We beginnen eerst even met de interne analyse, hoe dat hebben we gedaan. Dat is het volgende AKB-model, dat is de term die we hebben gebruikt. Het begint natuurlijk, het bestaansrecht komt uit leden. Vrijwilligers en de financiën. We hebben eerst naar gekeken en omheen hebben we gekeken naar hoe het beleid hier functioneert, het bestuur, de accommodatie, hoe die hier is. Het kader. Het kader hebben we ook gekeken, dat zijn de vrijwilligers. Trainers, bestuur, coaches, aanbod en de cultuur hier binnen de vereniging. We hebben ook nog de externe analyse gekeken en hebben we gekeken in de microomgeving. Dat was eigenlijk net wat we net liet zien, het AKB-model. De meso-omgeving, dat zijn de stakeholders. Weet je wat stakeholders zijn? Onder andere. Het zijn sponsors, concurrenten, maar ook de gemeente en de KNVB. De macro-omgeving hebben we vervolgens bekeken. Economisch. Hoe gaat het hier in de omgeving? Zijn mensen nou een beetje rijk of arm of gemiddeld? Demografisch, hoeveel mensen wonen hier nou eigenlijk? Politiek, hoe gaat politiek hier in deze omstreek? Sociaal-cultureel, hoe is de cultuur hier? Technologisch, zijn we een beetje technologisch, ook bijvoorbeeld met dit. Het is een technologisch iets, wat opkomend is. En ecologisch, dat heeft meer met de natuur te maken. Oké, dan
gaan we verder met sterktes en zwaktes die wij dus uit die twee analyses hebben gehaald. Dit komt van de interne analyse. Er zijn nog veel meer dan dit, maar we hebben maar een deel op papier gezet. Dus financieel is de club sterk en gezond. De leden vinden dat het bestuur genoeg kennis en kunde heeft. Dat is iets voor doen. Leden vinden de intrinsieke waarde belangrijk, dus plezier en de goede sfeer dat die er hangt. Een goede ledenaantal, elk jaar neemt het nog toe. En de leden voelen zich betrokken bij de club en hangt een goede sfeer. Ook erg belangrijk bij de NFT. Nou, de zwakte is niet echt een speciaal aanbod voor bijvoorbeeld gehandicapten of ouderen. Geen kantineinkomsten, best wel zonde eigenlijk. Aangezien dit een heleboel kantine is. Niet elke team heeft een betaald traincoach. Je kunt sterk te zien, je kunt misschien ook aan de kant, of zwak te zien, maar je kunt misschien ook aan de kant zien. Er komt mogelijk een tekort aan vrijwilligers, dat kwam uit de quickscanner volgende week. Moeite om een dameselftal op te stellen. Er was wel genoeg aan dames, kwam uit de vergaderingen voor, maar het team opstellen is wel erg lastig. En het trainingsveld met enige neerslag, dan worden veel trainingen wel afgelast en dat is ook wel. Er zijn nog meer dan dit, maar nou, kansen, er is veel jeugd, dus daar is misschien wel iets mee te doen. Maar dit is, komt dan van buiten af, vooral 1 op de 2 Nederlanders doet aan vrijwilligerswerk. Dus er zijn vast wel vrijwilligers ergens te vinden in de omgeving. In de gemeente neemt ook het aantal ouderen neemt heel erg toe. Dus dat is misschien ook iets om mee te doen. De eerste bezoekt ook nog een bestuurslid voor dagelijks bestuur. Dat hebben we toen uit de vergadering ook meegepikt. En de gemeentes die geven vaak subsidies op ledverlichting. Nou, misschien dat daar iets ligt. Ik weet niet wat voor lampen daar hangen. Maar misschien is daar in de toekomst wel iets uit te halen. Nou, een paar bedrijven dalen de lijn volwassenen of jongvolwassenen. Heel veel trekken weg door werk of school. Dat is vooral voor de senioren is dat misschien wel een bedreiging. Subsidies die dalen ook voor verenigingen. En eigenlijk Nederland gewoon veel neerslag, dat is voor deze velden, is dat wel een bedreiging. Nou, hier zijn we uit verschillende adviezen zijn we gekomen. En dit is advies 1, dat vrijwilligers nemen in het, voor ons onderzoek nemen af. Ja, dat is uit de quicken gebleken. En de VVO wil natuurlijk graag hun vrijwilligers behouden. Dus, we hebben een stapplan, een advies. En de eerste stap is overleg in het bestuur hoe je vrijwilligers wilt bereiken. De tweede stap is een persoonlijke benadering van de ouders en van leden. Laat ze ook dan een lijstje invullen wat ze eventueel wat ze zouden doen en wat ze niet zouden doen. En wanneer ze het zouden kunnen doen en wanneer niet. En houd goed contact met de leden, of met vrijwilligers, dat je eens in zoveel maanden weer belt of hoe het gaat ofzo. En organiseer een activiteit eens in een half jaar of in een jaar voor alleen de vrijwilligers. Het kan een bingoavond zijn of een borrelavondje. Het komt allemaal in advies, is beter beschreven. Advies 2. Wat eigenlijk deze voetbalvereniging niet een hele hoop oudere voetballers heeft, 60 plus zeg maar. En er wel nog best een hoop ouderen zijn binnen de gemeente Lidstraat. Maar misschien wel een kans om iets mee te doen, want de stijgende lijn, er komen alleen nog maar meer ouderen. Dit was, ik geloof, 2015. Zij zat inmiddels al 20% zitten. De jeugd trekt weg. Vooral de jonge volwassenen dan. En walking voetbal, dat is eigenlijk, het is iets nieuws en het is iets innovatiefs. Het is van de KVB. Waarom walking voetbal? Ik heb dit gewoon van de KVB site afgeplukt. Je kunt een heel groot nieuw ledenaantal trekken. Gewoon iets helemaal nieuws. Bestaande leden kun je langer houden, blijven voetballen. Ook vooral voor de spelers zelf, dat ze fysiek sterker blijven en ze sociale interactie houden met
andere ouderen. Misschien heel speciaal contact. Hoe zet je het nou op? Er staat een hele lijst. En moet natuurlijk eerst een kaarttrekker zijn die wat er zin heeft om dat ook te beginnen. Nou, met bestuur moet in gesprek gaan worden. Nou, de kosten, zijn er begeleiders voor, is sowieso animo voor. Zo gaat het door. Derde advies, de kantineinkomsten. Want VVO is dat de grootste gebruiker eigenlijk van de eerste. En het is best wel zonde dat daar helemaal niks aan kosten of inkomen van deze kantine worden gemaakt. En omdat het dagelijks bestuur van de eerste nog wel iemand zoekt, misschien is er een betrokken lid of iemand van het bestuur die daar maar in ieder geval in gesprek zou kunnen gaan met het dagelijks bestuur of daar lid van worden. Om toch een overeenkomst te maken over een percentage van het inkomsten of misschien dat de kleedkamers nog voor minder of gratis gebruikt. Nou, zij zal er iets tegenover moeten staan, dus voor buitendiensten, schoonmaken, misschien een en ontmoet. Er zijn veel timmermannen hier bij de club, daar ben ik inmiddels achter. Misschien kan daar gebruik van worden gemaakt. Dan de conclusie. Het is eigenlijk gewoon de antwoord op de onderzoeksvragen. En de eerste vraag was, waarom neemt het aantal vrijwilligers af? Nou, het is, uit de enquête is gebleken dat de meeste mensen minder tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen. Dat was de hoofdconclusie eigenlijk. En de deelvraag is verschillend geantwoord. In hoeverre zijn de externe factoren van belang? Nou, die zijn heel erg van belang, want het complex is hier gehuurd. Het weer heeft ook met de vereniging te maken. Dat zijn wel de hoofddingen eigenlijk daarvoor. Hoe tevreden zijn de leden in de vereniging? Uit de enquête is gebleken dat eigenlijk iedereen een goede toekomst ziet voor de vereniging. Want iedereen had volgens mij... Ja. Iedereen had... Ja, geantwoord. Bij een goede toekomst. En hoe functioneert het bestuur binnen de lijst van de vereniging? Oh, ja. Nou, de leden waren uit de enquête ook gebleken dat de meeste leden erg tevreden zijn over het bestuur, de kunde en kennis. En ze geven maar liefst een 3,7 op schaal van 1 tot en met 5. Ja, bij 5 wel goed is. En wat zijn jullie daarvoor? Ja, 1 is slecht. En, ja, maar ik kwam er heel voor. Nee, in het algemeen niet. Wel een paar 2. Ja. Ook een hele hoop vijf. Ja. Nou, conclusie. De tweede conclusie. Vitaliteit van de vereniging. Zijn jullie een ongezonde vereniging? Gezonde vereniging? Vitale vereniging? Of een vitaal maatschappelijke en betrokken vereniging? Waar zouden jullie jezelf plaatsen? Gezond tot vitaal. Ja, wij hebben jullie precies in midden gezet hier zo. Ja, goed. Dat is voor onze mening, vinden we jullie een gezonde vereniging en jullie zijn nog best wel maatschappelijk betrokken. Onze activiteiten organiseren, dus dat is onze conclusie. Nou, dan wil ik eerst toch maar bedanken dat we deze opdracht in ieder geval bij de club konden doen. En ook de meewerking van de leden en de mensen die wij hebben geïnterviewd. En zijn er ook nog vragen over wat wij net hebben verteld? Nou, ik ben een beetje benieuwd, hebben jullie inzicht over wie de enquêtes hebben ingevuld? Zijn het ouders of vooral de voetballers? Het is tussen de 16 en de 64. Ik weet niet wat de oudste was, 68. En daarbuiten, die mocht het gewoon zo invullen en voor de rest ouders geweest. Maar het is echt heel, het loopt heel erg uiteen. Ja, vanaf 16 jaar, dus niet onder 16. Onder 16 mag, was het niet. Ouders van. Maar waar zijn ouders van? Omdat er ook wel wat moeilijke termen in gebruik werden. Hebben we ook een paar keer vernomen. Maar dat kunnen we zo tegen laten zien. In ieder geval qua leeftijd. Dat is echt voor.
verdere vragen? Voetbalvereniging heeft er niks aan, of die doet er niks aan. Helemaal correct, denk ik. Nee, er worden wel buitendiensten gedaan. Dat zie ik in ieder geval. Nou, je noemde bijvoorbeeld een onderdeel, je noemde bijvoorbeeld de ledverlichting. Ja. Ja, dat is mooi. Wie betaalt er hier de verlichting? Dat doet. De gemeente doet in ieder geval velden. Ja. Oh, dat wordt. Nou, bijvoorbeeld dat is die eerste. Ja, die de verlichting betaalt. Ja. Dat soort rekeningen. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt. Maar nee, dat zeggen we ook niet dat er niks gebeurt. Nee, maar goed. Het is een kans voor het vechten. Ja. Ja. Het is een kans die niet wordt uitgevoerd waarschijnlijk. Maar nee. Een kans die kans wordt voorzien. Wat is mogelijk? Ja. Dat is bijna. En ben ik niet eens iemand uit Oost-Lutten zo aan. Dus, maar duurzaamheid, let hebben jullie wel gelijk aan. En dan gaan we morgen weer luisteren. Bovenop. Ja. AKB, wat betekent dat? Ja, dat is gewoon AKB. Ja, hij is gewoon een haker, dat het zo goed. Ja. Dat heeft geen betekenis of zo. En die dienst, de externe heeft de dienst, hè? En daar dat is gewoon die woorden eromheen. Dus democratische, economische. Volledige rapport, wanneer? Ja, vrijdag. Vrijdag krijgen jullie het volledige rapport. Dan moeten we wel op volgens de deadline. Ja. Ja. Nou, met veel plezier toch nog. De enquêtes waar die anoniem over krijgen, die ook in zit. Anoniem zijn ze in principe. Maar de antwoorden kunnen we wel krijgen. Ja, ja, zeker. Die zitten in de post. Ja, ook. Ja, en de grafiek hebben we het overzicht gelegd. Top. Ja. Top.